Hallo allemaal. Vandaag is een... Sommige zangers vinden het spannend om hardop thuis te zingen. Misschien zijn ze bang dat de buren hun horen. Of misschien werken mensen thuis en stoor je hun als je zingt. Of kun je alleen 's ochtends vroeg of 's avonds laat zingen als er mensen slapen. Deze les traint je stem en adem en maakt zo min mogelijk geluid, zodat je hem op elk moment thuis kunt doen. We beginnen met een paar oefeningen voor de ademsteun. Leg je hand maar op je buik en doe maar mee. Voor deze oefening heb je een stoel nodig. Zet je voeten op heupbreedte uit elkaar, zodat je buik ertussen kan hangen. Ga helemaal voorover hangen. Laat je nek losjes hangen. Pas op dat je niet stiekem dit doet. En leg je handen maar op je onderrug. Voel maar dat je daar kan inademen. Als je dat hebt gevoeld, probeer dan eens heel rustig uit te ademen en die rug naar buiten te houden tot het laatste moment. En nog één keer. We blijven nog even op de stoel zitten. Ga netjes rechtop zitten. Benen in een hoek van 90 graden. Bij de inademing buigen we onze rug zodat we een beetje hangen in de stoel. Zo. Op de uitademing komen we rechtop en gaan ook de armen naar achter. Kijk of je sneller kunt inademen en langzamer kunt uitademen. Nou komt een van mijn lievelingsoefeningen, want ik vind het heerlijk om op de grond liggend te zingen. Zorg dat je je benen kunt buigen. Dat je voeten plat op de grond. En als je ligt, dat je genoeg plek hebt om je armen uit te strekken. Zo begin je. Bij de inademing beweeg je je armen omlaag. En komt je buik dus omhoog. En op de uitademing beweeg je je armen omhoog en gaat je buik omlaag. Probeer maar. Omlaag in. Omhoog uit. Inademing onhoorbaar, je uitademing op een F. In en uit. Proberen we een paar heel snelle. In, uit. In, uit. En dan heel langzame. In, en uit. We gaan niet veel geluid maken, maar wel een beetje, want we willen wel onze stem gebruiken. We gaan vandaag alleen op medeklinkers zingen. We beginnen met de M van melk. Verderop van hangen.
op van vogel. En de laatste op je lievelingsmedeklinker. Dit is niet het moment om aan je hoge harde noten te werken, maar wel het moment om heel precies te werken. Dus pak er een liedje bij wat jij op dit moment oefent, een liedje wat je al best goed kent. Ik heb er ook een liedje bij gepakt wat ik zing. En zing het zachtjes door, maar heel precies, alleen neuriën. Dus luister alleen naar de melodie en niet naar de tekst. Je zult snel merken dat er stukjes zijn waar je niet precies weet hoe de melodie gaat, omdat je zo gehecht bent aan de tekst. Stop daar meteen en als je noten leest, kijk dan meteen naar de nootjes en oefen dat stukje wat je niet meteen wist. Als je geen noten leest, luister dan naar het liedje en pak dat speciale stukje eruit wat je niet precies wist. En luister het een paar keer, neurie het een paar keer na, tot je precies weet wat je daar doet. Ga dan door. Als ik niet kan studeren omdat ik geen geluid mag maken, omdat er bijvoorbeeld iemand thuis werkt of omdat het 's avonds laat is, dan is dat het perfecte moment voor mij om nieuw repertoire uit te zoeken. Dan maak ik bijvoorbeeld een lijstje met alle liedjes die ik zing. Dit is mijn repertoirelijst. Ik heb het geprobeerd een beetje te ordenen. Dus ik heb hier staan uit welk tijdperk het liedje komt wat ik zing. Dan heb ik een kleurcode voor welke taal het is. En dan heb ik symbooltjes voor of het een opera is of een lied. Oratorium, een hele opera rol. Of pop of jazz. Zoveel verschillende categorieën zingen jullie niet. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan icoontjes maken voor een liedje wat makkelijk is. Een ander icoontje voor een liedje wat heel moeilijk is. Een ander icoontje voor een langzaam liedje. Een ander icoontje voor een snel liedje. Als je naar mijn overzicht kijkt, ik heb hier bijna alleen maar sterretjes staan. Ik doe dus bijna alleen maar opera's. En, nou zijn de meeste ook nog paars. Dus ik merk dat ik ontzettend veel Franse opera zing uit de 19e eeuw. Als ik dus een nieuw liedje zoek, dan ga ik niet op zoek naar Franse opera's, want daar heb ik er al heel veel van. Dan ga ik liever op zoek naar bijvoorbeeld oude muziek. Ik doe bijna niks. Of naar muziek in het Engels of het Duits, want daar zie ik ook heel weinig van. Op die manier kun je ook zelf op zoek gaan naar liedjes die je repertoire uitbreiden, zodat je veel verschillende dingen kan doen. En dan een lijstje met alle liedjes die ik op dit moment graag luister. Misschien zitten daar liedjes bij die ik nog graag zou zingen. Dan kijk ik, wat hebben alle liedjes die ik nu graag zing gemeen? Ik zie bijvoorbeeld dat ik 3 Franse stukken uit de 19e eeuw zing en eigenlijk niks in het Duits. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je alleen maar langzame liedjes doet nu. Of alleen maar liedjes die heel moeilijk voor je zijn. Of juist alleen maar liedjes die heel makkelijk voor je zijn. Ga dan eens op zoek naar juist het tegenovergestelde daarvan. Dus zoek eens een heel makkelijk liedje. Of juist een liedje met lage noten. Of een liedje waar je in een taal die je niet kent. En kijk of er op Spotify of op YouTube liedjes zijn die jou interessant lijken. Maak daar een lijstje van. En de volgende keer dat je dan hardop kan zingen, heb je allemaal nieuwe dingen om aan te werken. Veel plezier en